We zijn in Kachin National Park. En als we geluk hebben, zien we vandaag de gibbon. Dat is een soort van slingeraap met heel lange haren. En een krokodil, als we geluk hebben. Maar wat we zeker gaan tegenkomen zijn bloedzuigers. En vandaag deze sokken. Wil je weten hoe dit afloopt? Blijf dan zeker even kijken. Een echt local ritje, hè? Hilde en ik dachten, we gaan even een paar dagen de bushpush in. Nou ja, toen we aankwamen was het al gelijk helemaal bezig, want toen was de elektriciteit uitgevallen. Dat kan je niet zien, Jan-Willem, maar het is wel romantisch dat wij hier samen zo zitten. Een beetje donker. Wel goed gegeten gisteren. Met een zaklampje. Super romantisch. Ja, en toch? Ik kon wel wat hebben hoor. Bier was nog koud. Dus dat is goed toch? Ja. Wat wil je nog meer? De Kachin zelf is heel weinig te doen. Het is een heel rustig dorpje. De mensen leven heel minimalistisch. Nou, vandaag door Kachin National Park gebanjerd. Slangetje. Oh, daar gaat hij. Nou, een wups op je zonnebril. Ja. Oké. Zeg maar doei. Doei. Bewegen. Het is haar dingetje die naar beneden vallen. Vaak betekent dat wel dat de apen aan het slingeren zijn. Dat is serieus zo. We waren wel in de buurt trouwens, hè? Een paar keer toen, als je echt de takken hoort kraken en zo en de bomen ziet bewegen, dan is er meestal wel, hangen ze wel in de bomen. We denken dat we in de buurt waren. Ik denk dat ze ons hebben gezien, maar dat wij ze niet gezien hebben. Heel goed. Dat denk ik. Nou, we kunnen nog even langs het natuurreservaat morgen, toch? Dat kan. Hoor je dat? Van de gibbons. Ze zingen. Hebben ze het toch nog gezien, hè? Kreeg Fonk, ben je tevreden met je wildlife experience of niet? En dan sluiten we nu de vlog af. Ja, was leuk. Ja, het was leuk. Oké. Okay. Morgen vertrekken we naar Ho Chi Minh. De grootste stad, maar ook de laatste stop hier in Vietnam. De mensen weten wat. Hasta la pasta. Dat bedoel ik. Tot de volgende villa. Hasta luego. Doei.